Dit is een summer school, Curious You genaamd. En wij organiseren, dit is de tweede keer dat wij het organiseren, voor internationale master- en bachelorstudenten van over de hele wereld. En die volgen hier een week lang onderwijs. En het geheel is gegoten in een festivalsausje. I think they have a lot of fun activities every day, so we can really enjoy the traditional culture here. To learn what, like how Dutch people think and what food they normally were eating in their daily life. Dus, we beginnen elke ochtend hier met een ontbijt in de grote tent. Met een inspirational speaker. Dus ze worden even lekker wakker gemaakt, wakker geschud over een bepaald onderwerp om eens mee te nemen of over na te denken. Vervolgens gaan ze naar college. Hier op de universiteit, op diverse plekken wordt dat gegeven. In China, the teacher prefers to teach and the students they don't talk aloud. But here in Netherlands, we communicate to each other at any time. If you have any questions, you put it forward to the teacher, and the teacher is really humorous, and he often makes us laugh. It's so diverse, so we have like over people from over 40 countries. So I think Dutch people, they're very friendly, and mostly maybe good at speaking English because they don't have strong accents. 's Avonds hebben we ook nog weer een programma, variërend van een bandjesavond. Tot een beachactiviteit, beachparty, waarin we gebeachvolleybald hebben. En gisteravond was hier Victor Mits, de illusionist. Dus een gevarieerd programma.